Hey, hallo. Hey. Superleuk dat je luistert naar de Tante Soof podcast. Mijn naam is Sofie Meelsink. Maar je mag ook gewoon Soof zeggen hoor. In deze podcast is alles bespreekbaar en niets te gek. Als je het mij vraagt, zijn er namelijk best een hoop dingen waar we wat vaker over mogen praten met elkaar. Ik spreek je zo. Stoel in me vast, want ik heb vandaag geen speakbriefje waar ik op ga kijken. Vandaag komt deze hele aflevering direct uit het hart. Ik zeg je eerlijk, op zich komt elke aflevering uit het hart, alleen denk ik er wat langer over na. En nu vandaag voelde ik dat ik dacht, ik moet gewoon eventjes gaan zitten en tegen jullie gaan praten. Het is namelijk best een belangrijk gesprek wat wij met elkaar moeten voeren. En daarom is dit vandaag eigenlijk meer een soort pep talk. Want ik voelde gewoon heel erg de behoefte om dit te doen en om dit te bespreken vandaag. En dat had te maken met dat ik deze week in de auto zat en... Misschien als je mij ook volgt op mijn social media kanalen, dan heb je het wel meegekregen. Maar we hebben de eerste show gehad van de Vrouw Mie Show. Als je mij volgt op mijn social media kanalen, dan heb je het misschien wel voorbij zien komen. Maar met mijn andere podcast, Vrouw Miebo, doen we shows, zeven shows in de theaters. En we hebben afgelopen woensdag hebben we de eerste try-out gehad, of de eerste dat we het dus voor het publiek gingen doen en in de aanloop naar die show zat ik in de auto en ik merk als ik een beetje zenuwachtig ben dan ben ik best wel een beetje emo dus ik zat een beetje zo muziek te luisteren die we dan ook in de show gebruiken en toen was ik een beetje huilen toen was ik ook een beetje nerveus toen dacht ik jeetje minetje ken ik mijn tekst wel goed gaat het allemaal wel goed komen en een zinnetje dat door mijn hoofd heen spookte was wat doen we onszelf toch eigenlijk weer aan niet omdat het niet leuk is sterker nog het is fucking leuk maar omdat het gewoon zo spannend is. In één keer kreeg ik ook een beetje imposter syndrome. Dat ik dacht, oh, wat, wat zijn we eigenlijk aan het doen? En toen gingen we dus uiteindelijk de eerste voorstelling spelen. Nou, dan was ik van tevoren misschien bang dat er dingen mis zouden gaan. Ja, ik kan je vertellen, er ging best een hoop mis. Maar dat was eigenlijk allemaal hartstikke grappig achteraf en oké. Okay, en in het moment zelf was het helemaal niet zo erg als dat ik dacht dat het zou zijn. En toen besefte ik mezelf dus van, oh ja... Dit is waar we het voor doen. Je komt echt zo high als maar kan dat podium af. Het is echt super geweldig om erop te staan. En het is ook fucking vet om, nou ja, de luisteraars dan in de zaal te hebben. Dus ja, ondanks dat het heel spannend was, was het achteraf ook echt geweldig. En daar moest ik in één keer over nadenken. En vandaar ook het onderwerp van deze aflevering. Namelijk: doe dat spannende ding. Doe dat ding waar je bang voor bent. Doe dat ding waar je angst van krijgt. De dingen die ik Eigenlijk het allerspannendst vond, maar waarbij ik toch tegen eigenlijk mijn verstand in ben gegaan en waarbij ik toch tegen alles in ben gegaan en het toch heb gedaan, hebben me zo ongelooflijk veel opgeleverd. En vandaar ook het thema van deze aflevering: Doe dat enge ding. Ga doen. Spring in het diepe. Waag die gok. Wat ik dacht dat misschien leuk zou zijn is om vandaag wat verhalen met jullie te delen over ja wat mijn ervaring daarmee is, want ik zie mezelf eigenlijk altijd best wel als een beetje een angstig persoon. Ik zie overal, ja, toch eigenlijk vaak het slechtste van in en alle manieren waarop het mis kan gaan. Het is een beetje hoe mijn brein in elkaar steekt soms. Ik heb het in mijn leven ook vaak meegemaakt dat dingen, ja, moeilijk waren, lastig, heftig. Dus dat is gewoon een beetje mijn default dat ik denk, ja, het zal allemaal wel misgaan of weet je wel, zo. Dus ik ben best wel een beetje een bange scheiterd. Maar er zijn een aantal momenten geweest. In mijn leven dus, waarop ik dus toch de sprong in de diepe heb gewaagd. En dat zijn juist de momenten geweest die mijn hele leven eigenlijk een andere kant op hebben gestuurd. Of die me nu, als ik erop terugkijk, zo ontzettend veel hebben gebracht. En het allerbeste voorbeeld dat ik daarbij zou willen noemen, is dat ik ben begonnen met YouTube filmpjes maken. Ik uh, postte mijn allereerste YouTube filmpje toen ik dertien was. Toen bestonden influencers nog niet. Toen had je alleen nog maar YouTubers. En er was een handjevol mensen die het destijds deden. Dus je had Kelvin, Milan, Teske, Thomas, Bardo. Het was echt een heel klein clubje. En YouTube filmpjes maken was gewoon niet cool. Ik bedoel, ik vond het wel heel cool en ik vond het echt heel leuk om het te doen. Maar toen ik daarmee begon en de mensen uit mijn omgeving kwamen erachter. Ja, toen heb ik echt wel heel erg veel stomme reacties gehad ook wel heel veel leuke reacties, maar ook wel echt mensen, vooral mensen die ik dan niet zo goed kende, of juist mensen die wel dichtbij me stonden, die dan zeiden van: ja, waarom doe je dit eigenlijk? Waarom zet je jezelf zo op het internet? Wat wil je hiermee bereiken? Ik was 13 jaar, dus ik had daar niet echt een antwoord op. Ik maakte eigenlijk mijn hele leven al filmpjes, en nu ontstond er een beetje een community, dus ik dacht: dat wil ik ook doen. En omdat ik nog jong en onzeker was, vond ik dat best wel lastig om mee om te gaan, want je bent dan ook best wel op een leeftijd dat je gewoon ook graag leuk gevonden wil worden door je leeftijdsgenoten en ja, het liep op een gegeven moment zo dat ik dan mijn filmpjes had gemaakt en dan hoorde ik mijn stem uit een klaslokaal komen omdat iemand uit de bovenbouw het had opgezet op de beamer of dan liep ik door de aula en dan schreeuwden bovenbouwers naar me van oh ja hey daar heb je dat meisje van YouTube. Op een gegeven moment werd ik Sophie van YouTube in plaats van dat ik Sophie was en dat vond ik echt wel heel lastig omdat ja. Ik weet niet. Het was vroeger een beetje zo, als je bijvoorbeeld werd uitgenodigd om in een film te spelen, dan waren er andere mensen die zeiden, oh, jij hebt talent. En bij YouTube moet je toch eigenlijk wel een beetje zo je ziel en zaligheid oprapen en zeggen, hé, hey, hier ben ik. En ja, ik had daar heel veel plezier van. Ik, ik begon daarmee in de zomervakantie, dus toen was het allemaal nog veilig. Ja, en toen ik op een gegeven moment naar school weer ging, toen werd het voor mij toch te spannend dat iedereen daar dan wat van vond. Dus toen ben ik ook gestopt en... Ik heb daar een aantal jaar ben ik er soort van tussenuit geweest. En toen ik 16 was, had ik een MSN gesprek met Dylan Hagens. Die toen ja, natuurlijk ook een van de grootste YouTubers is en was. En die zei van eigenlijk ben je zo fucking dom dat je bent gestopt. Je moet gewoon weer beginnen. We hadden het erover. Dat ik ja, er toch over nadacht om weer te beginnen. Omdat ik het toch ook zo leuk vond. Toen was ik 16 en toen ben ik dus weer begonnen. En. Daar had ik echt super veel plezier in. Maar goed, ja, de mensen die er iets stoms over wouden zeggen, die kwamen ook gewoon allemaal weer tevoorschijn. Ik had ietsjes meer zelfvertrouwen. Ik was ook wat ouder. Ik stond wat meer voor wie ik was. Ik had dat wat meer uitgevogeld. Er waren ook hartstikke veel mensen die zeiden wat leuk wat je doet. Maar ja, je legt natuurlijk de meeste nadruk op de negatieve dingen. Dus een voorbeeld van iets wat er bijvoorbeeld gebeurd is, is dat ik dan, ik werkte dan bij de Albert Heijn en had ik een collega. Het was dan de teamleider. Die was tien jaar ouder dan ik. Die was toen 26. Dit verhaal is me gewoon echt nog mega bijgebleven. Omdat ik het zo. Ik vond het echt zo kut destijds. Nou ja, goed. Op mijn werk wisten ze dan van mijn filmpjes. En dat gingen ze dan bespreken in de pauze waar ik bij was. En hij zei. Van ik vind dit zo ongelooflijk belachelijk wat je doet. Ik vind het zo eigenlijk triest dat je jezelf zo op het internet zet. Waarom doe je dat? Heb je de aandacht nodig? Dat was een beetje zo de strekking van zijn uh, boodschap. En toen zei ik, nou nee, ik vind het leuk. En ik, ja, ik verdien er dus nu ook een beetje geld aan. Ik herinner het me nog zo goed: toen zeiden ze: ja, zelfs al zou ik er geld voor krijgen, zou ik mezelf niet zo op het internet zetten. Op een gegeven moment was de pauze voorbij. En toen heeft hij me nog een tijdje filmster genoemd. iedere keer dat ik dan uh, ergens voorbij liep. En ja, ik, ik had daar moeite mee. Ik vond het lastig omdat ik ook wel dacht van ja, lapen lekker. En ook omdat het zo in je gezicht was. Ik bedoel, je krijgt wel eens een negatieve reactie. Maar zet jezelf dan weer overheen of dan doet het even zeer. Maar dan is het niet dat iemand dat recht in je gezicht zegt. Dus toen ging ik naar mijn moeder en toen zei ik maar... Hé, hey, dit is er gebeurd. Ik voel me er best wel onzeker over. En misschien heeft hij wel gelijk. Misschien is het ook super dom. En misschien zeggen alle andere mensen wel dat ze het leuk vinden. Maar vinden ze het ook dom, weet je wel. Ik kon niets goed loslaten. Toen zei mijn moeder nou... Wil je dit doen of wil je dit niet doen? Want als je dit wil doen, moet je ermee doorgaan. En als je het niet wil doen, moet je het niet doen. Maar als iemand er wat van zegt, moet je je niet gek laten maken. Want als je dit wil doen, moet je het gewoon doen. Maar dat was wel voor mij een moment waarop ik er echt wel een beetje over heb getwijfeld. of ik dus misschien niet wilde stoppen. Toen ben ik doorgegaan. En nu zit ik hier. Elf jaar later misschien. Twaalf jaar later, tien jaar later. Nog steeds te doen wat ik leuk vind. Nog steeds fucking gelukkig, omdat ik mijn hele werk zelf in mag delen. Ik maak fucking veel plezier. Ik. Heb vrijheid. Ik kan, ja, ik weet niet. Ik ben zo gelukkig op dit moment met het werk dat ik doe. Dit werk heeft er voor mij op vroegere leeftijd ook wel voor gezorgd dat ik een beetje financiële zekerheid had. Zodat ik, ja, op jongere leeftijd, toen het voor mij ook nodig was, uit huis kon gaan. En ondanks dat het een super gekke wereld is, waar ik ook heel erg mijn weg in heb moeten vinden, is dit werk echt, nou, ik zou niet willen zeggen dat het het beste is dat me kon overkomen. Maar ik ben zo ontzettend blij dat ik destijds niet ben gestopt. Ondanks dat ik het zo fucking spannend vond, ondanks dat ik het heel moeilijk vond om ja, toch met negatieve dingen om te gaan, ben ik zo blij dat ik niet ben gestopt en dat ik nu, uh, ja, nu toch hier ben. En dat is zeg maar mijn grote les uit verhaal 1. Ik vond het zo fucking spannend om ja, mezelf zo te laten zien. Maar uiteindelijk heeft het wel zoveel vruchten afgeworpen. En ben ik zo blij nu en zo, ja, happy dat ik kan doen wat ik leuk vind? Dus dat is wat ik wil zeggen. Weet je, misschien dat je nu op een punt bent dat je ja, ook iets gaat doen waarbij je jezelf wat meer moet laten zien. Of waarbij je merkt dat je negatieve reacties krijgt van anderen. Daarvan wil ik zeggen, laat je alsjeblieft niet gek maken. En als je voelt dat je hart je een bepaalde richting opstuurt, durf dat te volgen. Durf die kant op te gaan. Ik kan echt wel zeggen dat ik dat destijds heb gedaan. En ja. Dat ik nu gewoon echt super happy ben daarmee. Het volgende verhaal gaat over de liefde. Ik zei net al dat ik een ontzettend een beetje scheiderd was. En dat uitte zich ook heel erg in mijn soort van romantische situaties. Die kwamen er namelijk niet echt van. Omdat ik het zo ongelooflijk dood en dood en doodeng vond om mensen dichtbij te laten komen. Ik heb wel wat scharrels gehad. Maar ja, ik weet niet. Ik kon mezelf nooit echt richting ze openstellen, waardoor ik wel altijd helemaal gek van die jongens was, maar ik kon dat gewoon niet. Ik weet niet, ik heb daar best wel veel, ja, best wel veel struggles in mezelf mee ervaren. Ik werd dan heel onzeker in relaties. Nou ja, niet relaties dan dus, maar in die schouwers was ik zo onzeker en dan deed ik alsof ik niet onzeker was en dan deed ik alsof ik heel stoer was en alsof het me allemaal niks boeide. Ik kon mezelf ook hartstikke saboteren. Toen kon ik in één keer in mijn hoofd halen dat iets niet goed was en dan was ik in één keer weer pleiten, weet je wel. Ik was gewoon bang, echt bang. En omdat ik zo bang was, was ik ook heel afstandelijk. En bij Brian ging het anders. Ik heb mezelf vanaf het begin af gelijk opengesteld. Het voelde alsnog super spannend en eng. Ik ben altijd zo open en eerlijk geweest richting Brian. Zo kwetsbaar eigenlijk. Dat ik daar zoveel voor terug heb gekregen. Omdat, ja, ik denk als ik mezelf op die momenten niet zo had opengesteld. dat. Hij dat ook niet had gedaan en dat het misschien ergens gaandeweg wel was stuk gelopen. En een soort van mezelf romantisch openstellen. Voor iemand was het allergrootste en het allerspannendste voor mij. En nu ik het heb gedaan, zit ik al zeven jaar in ja, een relatie met, denk ik, toch wel echt de liefde van mijn leven. Dat weet ik wel zeker. En als ik terugkijk, zijn er echt een paar momenten geweest. Waarop ik mezelf heb uitgesproken. Waarop ik dingen heb gevraagd die ik anders niet had gevraagd. En waarbij ik dus waarschijnlijk was weggerend. Oké, okay, dit is misschien een beetje cryptisch. Ik ga het iets meer in detail uh, vertellen. We waren aan het begin aan het daten. En we hadden nog niet echt naar elkaar uitgesproken. Of we de enige waren op dit moment voor elkaar. En toen had ik mezelf in één keer in mijn hoofd gehaald dat ik dacht dat hij het ook nog met anderen deed. En toen dacht ik ook dat ik er allemaal uh, bewijzen voor had. En normaal gesproken, als ik dat dan zou denken, dan was ik al pleiten gegaan. En nu heb ik dus met mijn ziel onder mijn arm gezegd: hé, hey, ik denk dit en dit en dit. Hoe zit dat? En daar heeft hij dus heel lief en heel begripvol op gereageerd. Terwijl ik eigenlijk dacht dat hij me daarom zou afwijzen, maar dat heeft hij niet gedaan. Dat is een moment dat ik mezelf nog zo goed kan herinneren dat ik echt dacht: van het is echt heel goed dat ik dat toen gewoon heb gevraagd. Terwijl ik dat anders echt nooit zou doen. Als er iets in je leven is wat je spannend vindt om te doen. Dan kan een gedachte zijn die je in je hoofd hebt. Dat je denkt van wat als het niet werkt. Dat had ik met YouTube. Dat had ik met mijn relatie met Brian. Wat als het niet werkt. Maar ik denk dat je het om moet gooien. Ik denk dat het heel belangrijk is om jezelf af te vragen. Wat als het wel werkt. In mijn geval heb ik de baan van mijn dromen. En de relatie van mijn dromen. Wat als het wel werkt. En ook al werkt het niet. Dan is het iets waar je zo ontzettend veel van kan leren. Het is heel belangrijk om jezelf te beseffen dat je juist leert. Door te doen en ook door te falen. Want we zien heel vaak de succesverhalen van mensen, maar mensen die succes hebben, hebben eerst ook honderd keer gefaald. Om daar een voorbeeld van te noemen: ik mocht een keertje een première presenteren. En dat was iets wat ik graag wilde doen. Dat vond ik heel vet, heel leuk. En ik had me er ook goed voor voorbereid. Maar ik was, zoals altijd, erg zenuwachtig. En ik wilde heel graag een positieve indruk achterlaten op de klant. Dus op de, dat merk dat dan de, de films uh, distribueert, zeg maar. En toen dacht ik, oké, okay, dan neem ik geen speakbriefje mee, want dat komt professioneel over. En wat er dus vervolgens gebeurde, was dat ik voor een bioscoopzaal stond, vol met mensen. En dat ik daar dus stond en dan moest ik mijn presentatietekstje doen, was echt geen hogere wiskunde. En ik vond het zo spannend, ik kijk die zaal aan en ik wist het gewoon echt niet meer. Ik wist het gewoon echt, echt, echt niet meer. Gewoon niet, niks, nada, blanco, één zwart gat in dat hoofd van mij. En ik stond daar en ik zeg: Jongens, sorry, ik weet het niet meer. Ik vind dit echt superspannend. Ik ben zo zenuwachtig. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Ik maak er dus nog een beetje een grapje van. Ik zeg: Joh, luister, normaal gesproken maak ik YouTube-filmpjes. Daar kan ik in knippen. Nou, kom ik kom nu een beetje bedrogen in uit. Uiteindelijk wist ik nog een aantal USP's te bedenken van de film die ik nog kon opnoemen. Na het. het was een car crash. Echt waar. Het was, <laughs> het was niet best. Dit was eigenlijk het allerergste wat er had kunnen gebeuren. Ik wist toch niet hoe snel ik die zaal weer uit wilde zijn. En ik zat op een gegeven moment, was ik onderweg terug naar huis. En toen dacht ik bij mezelf, dit is gek. Want je zou eigenlijk zeggen dat dit sociale zelfmoord is. Maar ik zit nu hier en ik voel me zo krachtig. Ik voel me zo zelfverzekerd. Ik heb het finaal verneukt. Maar het was zo lekker eigenlijk om het gewoon te doen. En dan te beseffen dat je nog leeft achteraf. En dat je je ook beseft dat dingen zo ongemakkelijk zijn. Als je ze zelf maakt, ik kon er eigenlijk best wel om lachen. De klant niet trouwens, daar heb ik nog vet veel gezeik over gehad. Maar ik kon er om lachen en ik dacht bij mezelf, zo erg is het allemaal niet. Boeien. Ik ben ook maar een fucking mens. Het was zo ongelooflijk awkward en het ging zo ongelooflijk mis. Dat ik daarna dacht: niemand pakt mij meer hierna. Wat ik hiermee wil zeggen is: Het is helemaal niet zo erg om even finaal door de grond te gaan. Juist door dat soort dingen leer je heel erg van: Oké, okay, je komt er wel weer overheen. Het is allemaal niet zo erg. Op TikTok heb je bijvoorbeeld ook dat meisje dat zo'n serie maakt over immuun worden voor fear. Het is zo ongelooflijk goed om af en toe even iets te doen en dan compleet te falen. Want juist daar krijg je dat zelfvertrouwen van. Juist door het fout te doen en dat te overleven. Dat is zo goed voor je. Als er iets in je leven is wat je spannend vindt en je voelt er angst voor, denk dan gewoon bij jezelf. Ik voel me zo omdat het belangrijk voor me is. En dingen die belangrijk voor je zijn, dan is het logisch dat je er angst bij voelt. Het is juist iets goeds. Dus laat het ook een motivator zijn. Laat het iets zijn waardoor je juist zoiets hebt van oké, okay, daar zit de angst. Dan moet ik er juist naartoe. Een laatste voorbeeldje wat ik wil noemen voordat ik ga afsluiten. Is ik ben één keertje in mijn leven uit een vliegtuig uh, gesprongen. Ik, ik vond het echt hels. Ik zat aan zo'n mannetje vast. Op een gegeven moment zaten we in dat vliegtuig helemaal hoog. Deur open. En ik dacht bij mezelf. Ik ga dood. Dit is het, dit is het verschrikkelijkste. Waarom doe ik dit? En die man die gooit zich uit dat vliegtuig. En... Je voelt even zo dat gevoel van dat je in een achtbaan zit. Nou, dat was na tien seconden voorbij. En daarna zweefde ik zo door de lucht. En ik moest gewoon zo hard janken, omdat het misschien wel het vetste was wat ik in mijn leven heb gedaan. Het was zo geweldig. Het was eerst zo eng, maar daarna zo geweldig. En dat is gewoon wat ik wil zeggen. Als iets heel eng voor je is, maar je voelt dat het wel is waar je heen wil gaan... Zie het dan als springen van de duikplank, als springen uit het vliegtuig. Je moet even over die angst heen, maar daarna ben je in jezelf zo dankbaar. Zo fucking dankbaar. Nou goed, dat was het. Ik uh, ga aftaaien. Weet dat je me altijd een berichtje kan sturen op de Tante Instagram. Ik vind het geweldig dat jullie luisteren. En uh, ik spreek je weer volgende week. Toedels!